Hey Theo, die nieuwe Citroën EC3, dat lijkt me wat. Maar er is wel wat onzekerheid over wegenbelasting voor elektrische auto's, subsidieregelingen. Heb je misschien een oplossing voor de komende 12, 13 maanden? Ja, daar hebben wij een hele mooie oplossing voor. We hebben de Citroën C-serie. Die hebben we speciaal ingekocht vanuit Nefkens om hem in de private lease in te zetten. Een contract van slechts 12 maanden voor slechts €329 per maand. En welke uitvoering is dit? Dit is de Citroën C-serie. Een hele mooie en een complete uitvoering. Voorzien van navigatie, voorzien van parkeersensoren. Eigenlijk alles erop en eraan wat je nodig hebt om gewoon normaal in de verkeer deel te kunnen nemen. Ja, dat ziet er goed uit allemaal, Theo. Ja. Wat zijn eigenlijk de voordelen van private lease? Nou, het voordeel van private lease is, je hebt zelf eigenlijk nergens omkijken naar. Het is inclusief het onderhoud, inclusief de verzekering, inclusief de wegenbelasting. Het enige wat je zelf moet doen is denken. Nou, dat is toch een makkie? Klinkt hartstikke goed. Nou, en niet te vergeten, als je hem niet wilt private leasen, deze auto is ook gewoon te koop bij Nefkens. En het grootste voordeel daarvan is hij ook nog snel leverbaar.